denk als je zo lang niet wint, dan moet je gewoon punten pakken. Maakt niet uit op welke manier. En vandaag waren we nog een stuk beter ook, dus dan is het nog extra lekker. En dan kom je in de kleedkamer aflopen. Wat doet dat dan inderdaad met iedereen? Ja, je voelt natuurlijk een beetje, je voelt de opluchting gewoon. Dus iedereen is blij. Normaal gesproken zit je gewoon nog even een uur daarna te balen. En nu is het gewoon een gevoel van opluchting. En vanaf nu gewoon weer lekker punten gaan pakken en ons eigen spel weer gaan spelen. En we hebben het vertrouwen gehouden en het betaalt zich vandaag weer uit. En dan is het ook lekker, toen jij nog op de bank zat natuurlijk, dat de Graafschap maar 5 minuten al op voorsprong komt. Ja, precies. Maar ja, dat hadden we natuurlijk afgelopen wedstrijd ook, dat we snel volkwamen. En dat hielden we dan niet vast. En nu zijn we eigenlijk niet meer in de problemen geweest. Ik denk dat ze hooguit 1 of 2 mogelijkheden hebben gehad, maar echt gevaarlijk werden ze niet. En verdienste van het hele team. Wat was het verschil vandaag tussen jullie en MVV? Goede vraag. Ik denk dat wij gewoon veel feller waren. Tweede ballen waren voor ons op het middenveld vooral. En vooral in de omschakeling overliepen we ze. We hadden gewoon een paar minuten achter elkaar balbezit waar zij gewoon niet tussen kwamen. En na een tijdje gingen ze zich frustreren. En dan gaat het alleen maar nog beter voor ons. En dan spelen hun zichzelf uit de wedstrijd. En frustrerend voor jou was misschien ook de laatste fase waar jij persoonlijk een beetje in zat. Nu kom je erin, scoor je eigenlijk op een hele mooie manier. Ja, dat is lekker invallen. Als je voor rust invalt, is natuurlijk meestal even aanpassen. Hoog tempo van de wedstrijd en kort warming-upje gehad. En maar als je dan zo invalt, zeg maar, met gelijk een goal, dan zit je er gelijk lekker in. En dan is het een stuk makkelijker voetballen. Want hoe waren de laatste weken voor jou? Het is natuurlijk nooit leuk als je niet speelt. En als je dan ook nog eens ook verliest week na week, dan is dat extra zuur. Dus voor mij was het niet heel lekker, maar het is niet dat ik ermee ging zitten en denken van ja, nu is het klaar. Gewoon lekker blijven trainen, mijn ding doen, plezier maken en nu betaalt het zich uit. Ja, hoe nu verder eigenlijk? Want je zou zeggen inderdaad, heel simpel, gewoon meer overwinningen halen. Maar is dat een beetje uit de kopjes? Want dat was eigenlijk het probleem natuurlijk, het mentale. Ja, het was vooral dat als we een tegendoelpunt kregen, dat het dan even de kopjes naar beneden ging. En dat iedereen dacht van ja, kut, daar gaan we weer. En nu eigenlijk een wedstrijd, dan scoren hun. En dan wanneer we normaal het gevoel hadden van kut, daar gaan we weer, scoren we nu meteen daarna. En dat is gewoon even het verschil vandaag. En dat geeft gewoon vertrouwen en dan moeten we gewoon dit doorpakken. In ieder geval een goed gevoel aan overgehouden. En ik denk dan de slordigheden eruit te halen? Ja, zeker de tweede helft. Maar vaak zie je ook als je een wedstrijd zo domineert. En als je zeg maar aanval na aanval creëert, dat iedereen een beetje laks wordt, een beetje nonchalant. En dat moet eruit. Maar we voelden ons zo goed dat het op zich, je had niet echt het idee van kut, nu gaan hun eroverheen of zo. Dus het zat wel goed in de ploeg. Alleen meer duels winnen en de slordigheidjes eruit.